Hallo, dit is een out of the map glitch op Resistance. Je doet hem als volgt. Je hebt de right shield voor en je pakt throwing knife. En je rent naar diegene toe die achter de boom staat. Dan bash je met je right shield. En dan vlieg je als het goed is naar voren. En dat moet je combineren met throwing knife. Zoals hier. Je rent op iemand af, je slaat iemand, je pakt je throwing knife en je vliegt naar boven. Als het lukt, dan kom je op een gegeven moment hierboven en dan kun je overal rondlopen en zo. Hier, invisible. Gewoon op een gegeven moment val je gewoon naar beneden. Dan kan je net niet verder lopen. Dat is op zich niet zo heel erg. Ik deed het met twee controllers, je kan het ook met een vriend doen, maakt allemaal niet uit. Het is overal haalbaar. Ik tip wel, pak een tactical insertion. Sowieso handig. Nou, wat je ook kunt doen is, als je hier naar links kijkt, dan spring omhoog. Even wachten, hij doet het bijna. Spring omhoog, kom je op die boom te staan en dan kun je doorlopen en dan kun je op het dak terechtkomen. En dat zou wel een mooie snipeplek zijn. Hey, bedankt voor het kijken en ik zou snel weer een nieuwe Out of the Map doen. Later.